In zijn Tao Te Ching schrijft Lao Tse: het besturen van een land is als het bakken van een klein visje. Je moet er niet te veel in roeren, anders maak je het gerecht stuk. Hoe kon hij dat stellen? Omdat hij beschikte over diep inzicht in de natuur. Als regeren nu en in het grootste deel van de geschiedenis daar in de verste verte niet op lijkt, niet lijkt op de eenvoud van het bakken van een klein visje, dan moet het wel gebaseerd zijn op gebrek aan inzicht. Kennen is immers kunnen. Wanneer we kijken naar alles wat is en wat bestaat tezamen, dan kunnen we maar één conclusie trekken. De totaliteit bestuurt zichzelf op geruisloze wijze met de hoogste doelmatigheid. De totale werkelijkheid is spontane zelforganisatie. Dat is zoals de natuur zichzelf bestuurt, met onbegrensde intelligentie. Niet iedereen ziet het zo. Er zijn mensen die menen dat alleen materie werkelijk is. Dat de geest en de ziel niet op zichzelf bestaan, maar alleen bijkomstig zijn aan de activiteit van de materie. De schepping is volgens hen onbewust en ontwikkelt zich door toevallige veranderingen die behouden blijven wanneer ze voordelig blijken. Deze materialisten ervaren zichzelf als een voorwerp tussen alle andere voorwerpen. Mensen hebben geen eigen vrijheid, maar zijn willoze producten van programmering door hun omgeving. Ze zijn, zoals een van hen het uitdrukte, hackable animals. Met de moderne technologie, denkt men, kan men de massa in de gaten houden, ze manipuleren en ze dwingen om in het gareel te lopen van de materialistische technocraten en plutocraten. De hele natuur, en dus ook de mens, zien zij als een domme machine. In het verlengde daarvan ligt het transhumanisme dat met ingebouwde machinerietjes van de mens een betere en vooral een beter bestuurbare machine wil maken. Dit mechanistische geloof is echter tot mislukken gedoemd. Machines kan men met eenvoudige modellen afdoende beschrijven. Voor een volledig begrip van organismen heeft men echter niet genoeg aan oneindig veel modellen. Dat komt omdat organismen van klein tot groot en ook het al niet het product zijn van een beperkt verstand, maar van oneindige intelligentie.
De informatiedichtheid van het leven is onbegrensd en dat betekent dat de uiteindelijke werkelijkheid gekenmerkt wordt door absolute vrijheid. Met andere woorden, wanneer men in het bestuur van een samenleving een geloof hanteert, want materialisme is niet wetenschappelijk, het is gewoon een geloof. Wanneer men in het bestuur van een samenleving geloof hanteert dat niet aansluit bij de werkelijkheid, dan kan men alleen maar brokken maken. Een bestuur dat gebaseerd is op het diepst mogelijke inzicht en de aard van de werkelijkheid, kan in overeenstemming met het oneindig intelligente bestuur van de natuur vormgegeven worden. Het is een bestuur dat gekenmerkt wordt door een ontbreken van dwang, door een volledige autonomie voor elke leefkring tot de vrijheid van het individu toe. En het wordt gekenmerkt door de meest intense samenhang, door de meest intense verbondenheid binnen elke leefkring en tussen alle niveaus van organisatie. En dat is hoe je een klein visje bakt. De meer vooruitstrevende biologen benoemen dat ook zo. Organismen en ecosystemen worden gekenmerkt door, in het Engels, global coherence with the local freedom. In de 17e eeuw zag de filosoof Baruch de Spinoza het net zo. Hij zag dat in elke inperking van de vrijheid het geluk en het heil van de hele samenleving geschaad wordt. Hoe, dat is de grote vraag, hoe krijgen we dat bestuur in één klank met de natuur en met onze natuur voor elkaar? Ik houd mij daar al mijn hele leven mee bezig en kan daar wel wat over zeggen. Je doet dat door je individuele wezen in één klank te brengen met de kosmische intelligentie. Dat komt neer op het verstevigen van je verbinding met je ziel. Als we het bestuur van de samenleving aan de materialisten overlaten, dan is iedereen ongelukkig. Als wij ons bekwamen in wijsheid, dan leggen we de basis voor een wijs bestuur in overeenstemming met onze natuur. En dan kunnen we zorg dragen voor het geluk van iedereen. Duizenden jaren geleden stonden de krachten van goed en kwaad ook tegenover elkaar opgesteld. In die geladen atmosfeer, goed vergelijkbaar met de wereldwijde spanning die voelbaar is tussen hen die zich overgeven aan blinde destructie en hen die het leven lief hebben, klonken de wijze woorden van Veda Vyasa, opgetekend in de Bhagavad Gita. Zelfs de wijze mensen gedragen zich in overeenstemming met hun natuur. Alles wat leeft, volgt zijn natuur. Wat kun je met dwang tot stand brengen? Onze taak
is kraakhelder. Met innerlijke vrijheid leggen we de grondslag voor vrijheid en geluk in alle levenssferen. Ik dank u wel. Ik geef u graag deze inspiratie mee naar huis in de vorm van een gedicht. En het zijn allemaal mensen overal in deze groep die dat gedicht aan u zullen uitdelen. Ik dank u wel. I'm filled with gratitude for my life and for all my ideas and for all that's on its way, all that's coming, all that's already...